In april hebben wij een gesprek gehad met Remmert Lutterveld over de restauratie van de vijver in de tuin van het Domineeshuis aan de Berg. Vincent van Gogh heeft hier een pentekening van gemaakt met de heilige Clemenskerk op de achtergrond. Omdat de bomen die daar staan veel water wegtrekken, is besloten om een boom en wat struiken weg te halen, zodat er weer water in de vijver kan komen en een oude haagbeuk gespaard kan worden. Nu, half mei, is het zover en wordt met groot materieel de oude eik verwijderd en een begin gemaakt met het opknappen van de vijver. In april zijn wij hier geweest voor de voorbereiding van de vijver en de restauratie daarvan. Nu zijn we 2 maanden verder. Wat is er vandaag gebeurd? Vandaag is er met groot geweld een boom verwijderd. Een Amerikaanse eik die eigenlijk op 2 manieren wat in de weg stond. Zowel voor het visuele beeld, want dat willen we terugkrijgen van de tekening die Van Gogh van de vijver en de Heilige Clemenskerk heeft gemaakt. Dat is de Kingfisher, bekend. Dat wilden we voor de toeristen en voor alle andere gasten wilden we laten verbazen door te laten zien, zo zag Van Gogh het en zo ziet u het nu. Hij was aan de andere kant een staande weg omdat hij het water opdronk van een wel hele bijzondere boom die hier op de hoek staat. Die ook nog op de tekening van Van Gogh, een andere tekening, te zien is en die we graag willen sparen. Is de enige boom die weggaat of gaan er nog meer bomen weg? Er gaat nu geen enkele boom meer weg. We gaan nog wat aan takken doen, maar dit is het. Ik ben ongelooflijk blij dat het gelukt is en het donderend geweld maakt op mij heel veel indruk.
En als de boom nou weg is en andere takken en beschoeiing, wat gaat er dan met de vijver zelf nog gebeuren? Misschien aardig om te vertellen, dit wat we nu doen zijn de coulissen die we gemaakt hebben, of die we vandaag eigenlijk maken. En het ophangen van de vijver, op het ophangen van de schilderijtjes, oftewel het restaureren van de vijver en zorgen dat het schoon is en zorgen dat het, we moeten wel 130 jaar terug in de tijd, dat dat gaat gebeuren. Dat zal ook afhankelijk van de financiën die nog moeten komen om dat te kunnen doen, gestalte krijgen in de komende anderhalf jaar. Dus dit jaar is de vijver niet vol met water? Ik hoop het. En als we het met elkaar willen en met elkaar genoeg liquiditeit brengen, dan komt het water in de vijver. Dan gaan we niet het water naar de zee dragen, maar het water naar de vijver. Mooi gezegd.